Manja Pach, dochter van een kampoverlevende, is een van de bezoekers dit weekend aan het herinneringscentrum. Zij ontdekte op 4 mei 1971 dat er hoegenaamd niets geregeld was om de kampgeschiedenis te gedenken. Er was alleen het monument voor de veelal Joodse slachtoffers van de nazi's. Ik ben naar het monument gegaan. Daar stonden 6 mensen. En dat was een heel bizar moment eigenlijk. Er was niks geregeld. We stonden daar allemaal. We kenden elkaar ook niet. En wanneer het precies 8 uur was, nou ja, dat wisten we eigenlijk ook niet. Want er was dus geen formeel ritueel of zo. Maar wat veel erger was, op dat moment waren de slopers bezig. Manja Pach schreef Provinciale Staten verontwaardigd aan. Duurde nog tot 1983 voor het herinneringscentrum er stond. Nu heeft het centrum jaarlijks 120.000 bezoekers. En dat aantal groeit nog steeds. Zeker ook als wij de mogelijkheid krijgen om toch wat investeringen te plegen. Als het ware, we zitten tegen ons plafond aan. We zouden veel meer kunnen. Er wordt ook veel meer van ons gevraagd. Als we dat kunnen doen, dan zit er zeker nog een groei in. Wat verwacht u? Enige termijn 150.000 bezoekers. Bij het 25-jarig jubileum krijgt het herinneringscentrum een cheque van directeur Eysing van FC Emmen. Het is de opbrengst van een oefenwedstrijd tegen FC Groningen, vorig jaar in Westerbork. Het contact ontstond onder oudcoach Jan van Dijk, die ambassadeur voor het herinneringscentrum is. Ik kwam toen in gesprek met Dirk Mulder, de directeur hier. We zaten samen woeste plannen bedenken en daar is uiteindelijk het geheel met rondleiding en al uit voortgevloeid. Wat vindt u van kamp Westerbork? Ja, het is natuurlijk een ontzettend goed iets. Kijk, die oorlog is niet meer over te doen. Die oorlog is niet uit te wissen, mag niet uitwissen, moet in herinneringen blijven. Ja, en op deze manier kun je daar een steen aan bijdragen. Het geld wil het centrum gebruiken om een voorlichtingsproject op te zetten voor voetbalsupporters die hun hand niet omdraaien voor discriminerende spreekkoren. Waarin Ajax als een jodenclub of Hamas aan het gas, maar ook donkere spelers. En of wij niet in gesprek met betaald voetbalorganisaties kunnen kijken van, kunnen we daar nou niet eens met elkaar over spreken om te zien van, is daar iets aan te doen? Want na 25 jaar is de rol van herinneringscentrum Kamp Westerbork nog lang niet uitgespeeld. Daarvan zijn ze overtuigd.